Tussen de tankjes opgevuld met lood. Om de 7 tankjes zit er een houten blokje. Daar het lood zou ik niet trappen. Ja. Als ik dus zo en ik zou niet trappen, dan blijf ik dus de pijpen gewoon snijden. Om er het gewicht ervoor zorgen dat het gewoon doordraait. Ik maak dus eenvoudige dingen. Dus voor de zeilmaker onder andere mastklootjes zoals die heet. Die wordt dus voor de onder mast heen, ja. Zouden ze daar nou als een verkoper droeg niet veel? Nee, die zit er tussen. Het kan ook zijn dat we gaven van fijn.